Een goedemiddag. Uit zonnig Rotterdam. How are you allemaal? Wie zie je? Kennen jullie mij nog? Herinneren jullie zich deze nog? Nog, nog, nog. Kennen jullie mij nog? Nog, nog. Of uit het oog, uit het hart. Kijk, een goedemiddag. Vrijdag 21 oktober. In Rotterdam, my city. Fijn om even weer bij jullie te zijn. Ik heb het super druk en ben een beetje ook aan het rusten. As you can imagine. Maar goed, waarvoor ik eventjes weer binnenval bij jullie in jullie huiskamer. Of waar ook jullie mogen zijn. Ik heb jullie gemist. Missen jullie mij ook een beetje? En ik mis u. Oh, ik mis u. Wel fijn met de jongens, mama kookt voor ze, dus je kan je voorstellen, alleen maar zo'n breedie. Goed, fijn dat jullie er weer zijn. Ik heb een paar mensen live ontmoet, geweldig was dat. En iedereen vindt het leuk om mij live te zien, maar ik zal u vertellen, ik vind het net zo leuk om mensen live te zien. Hè? Dan denk je, oh, oké, okay, deze persoon kijkt, oké. Okay. Heb je een beetje idee toch, wie de mensen zijn. Dus net zo enthousiast ben ik hoor, om ze te zien. Maar ik heb van een paar mensen een verzoek gehad. Om te zeggen, van Gloria, kunnen we niet een meet and greet houden? Dan ben ik geen Lady Gaga. Ik ben geen J-Lo. Ik ben geen Rihanna. Nog Beyoncé. Dus ik vind het een beetje raar om een meet and greet met Gloria te houden. Dat is leuk, maar nee, dat is niet mijn ding. Wat ik wel dacht, en dat heeft iemand anders ook geopperd, kunnen we geen discussieavond organiseren? Een diaspora. Nou ja, geen discussie. Een dialoogavond organiseren. Nou, dat leek me dus ook wel wat, om te gaan praten samen met elkaar. En te gaan kijken, hoe kunnen wij concreet vanuit deze diaspora hier in Nederland met name iets betekenen voor Suriname. U weet ongeveer wat ik doe al daar, het is transparant, regelmatig roep ik jullie hulp in. En er is nog meer hulp nodig, dat kan ik u verzekeren. Heel veel, ik krijg weinig nu, ik heb geen dozen meer met Pampers, ik heb geen dozen meer met toiletpapier of dat soort dingetjes. Dus omdat het hier ook net zo moeilijk is, begrijp ik en zie ik zelf ook. Maar die dialoogavond wil ik best wel organiseren. Dus ik ben een beetje gaan rondkijken en ik kom op een plek uit. Op een zaterdag hebben mensen aangegeven. Nou, en het is het World Trade Center in Rotterdam. Een mooie conferentiezaal waar ik mensen uit Suriname ook bij kan betrekken via Zoom, weet je wel, via Farrek Arazani in elk geval, dat ze kunnen participeren. Maar er zit een prijskaartje aan en ik, money na he. Dus de vraag is, van dus op zaterdag 5 november, van 2 tot 6, is een optie, hè? Nogmaals, is een optie. Archiboom. Dan go vertel wat er is aan die met Archiboom. En dan kost het 38,50 per persoon. Dan krijg je daarvoor koffie, thee, water en een fruithapje. Of niet, ja, krijg je fruit. En dan heb ik een beamer, heb ik een microfoon, heb ik alles. En ik heb een nette zaal. Daar wil ik ook voor gaan, weet je. Je kan in een of andere ergens achter gaan zitten en dan. Maar we moeten gaan voor excellence, we moeten gaan voor, ja, ik weet niet, niet big thing, maar een beetje class, toch? Maar ik ga niet van tevoren afspreken en dan komt er geen kip. Dus als u zegt van ja, wij gaan een dialoogdag houden, dat betekent dan gaan we bijvoorbeeld praten over waarom zou het nodig zijn om onze mensen daar te stimuleren om te studeren of hoe kunnen wij helpen, bijvoorbeeld door bijvoorbeeld Fiot. En hebben we een heel plan, althans, dat heeft iemand een heel plan. En dan kunnen we gaan kijken en kunnen we met elkaar in gesprek. Een dialoog betekent om naar elkaar luisteren en niet om door elkaar te schreeuwen en zo. Ik kan pas die zaal definitief bevestigen als ik dus niet een ja heb van u, maar ook het geld heb van u. World Trade Center, 38,50 per persoon. U kunt het checken, even naar Lee. Ik verdien er niks aan. Maar om een simpel meet and greet te organiseren ergens
Dat vind ik een beetje van arrogantie getuigen van mijn kant uit. En ik vind het leuk hoor, om mensen te ontmoeten. Maar ga niet speciale meet and greet organiseren. Dan waan ik mezelf als Beyoncé. Dat ben ik ook helemaal niet. Dus, zou u willen, dan zou ik zeggen, als ik, zeg maar voor 50 mensen die 38,50 binnen heb, dan kan ik zeggen, yes, is een go, World Trade Center Rotterdam. Krijg ik dat niet, dan is het ook geen probleem hoor. Even goede vrienden, niet boos, dan zien we elkaar of elkaar zien op straat of zo. Maar dat is het voorstel. 5 november van 2 tot 6 is een zaterdag, Rotterdam. Het is heel goed te vinden bij de Koolsingel. Het is heel goed aan te rijden vanuit allerlei plekken. Ik ben gisteren geweest naar een andere locatie om te kijken. Iets goedkoper op Zuidplein. Maar dat was hem ook niet, helaas. Dus ik kijk, mocht u iets anders weten, dat een beetje decent is, nogmaals. Waar je dus een beamer kunt hebben, waar je dus iets kunt laten zien. Waar je een microfoon hebt, waar je met mensen kunt praten en daarna even kunt babbelen met elkaar. Let me know. Maar dit is wat ik heb. Het is nu vrijdag. Tot en met woensdag heb ik die optie vaststaan. Als ik na woensdag dus geen bevestiging heb van mensen die hebben gestort. 38,50 voor de dialoogdag, diaspora. / gelijk eventjes met Gloria babbelen. Dan houdt het over. En dat is ook geen probleem. Ik probeer in Amsterdam te kijken waar ik dat ook zou kunnen doen. Om mensen nog eventjes die dialoog aan te gaan met mensen. Zodat wij... En eigenlijk zou ik willen gaan naar een soort van nationaal... diaspora platformen. Het is er wel, maar het lijkt wel niet te werken. Hè? Ik weet niet waar we last van hebben. Om mijn ego's dem en osabi. Actie want toesmas, maar dat nee. En diaspora is de boven de 50. Wat willen ze nog betekenen? Negatief. Meer naar boven de 50. Meer naar 62. En je kan wel degelijk wat betekenen. En ook vanuit hier kunnen we wat betekenen. We hebben mensen nodig daar die bijvoorbeeld zeggen, ik noem maar iets. We willen 10 jonge mannen stimuleren door hun opleiding te betalen. Een korte cursus bijvoorbeeld als beveiliger. Wij kunnen iets betekenen. Los van die... komt dat als netjes. Los van allerlei politieke belangen, want die zijn er. Zou het mooi zijn als wij een sterke tegenhang bieden. Door gewoon puur onze krachten te bundelen. 5 november, dankjewel, van 2 tot 6, ik ga het ook opschrijven in de dingetjes, hi by hell, wat het woord, in de voorde stuk, ik kan het woord niet vinden, daarvoor, zaterdag 5 november van 2 tot 6, World Trade Center, 38,50 per persoon, wat krijgt u daarvoor, hebben ze mij verteld. Koffie, thee, en dan zat ik daar in water en fruit. Meer is er niet voor die 38,50. 62,50 is met lunch, maar dat is een beetje belachelijk. Oké, okay? Nogmaals, de vraag is, kunnen we een dagje organiseren? Mensen wilden een discussiedag of dialoogdag, wil ik het liever noemen. En anders zeggen meet and greet, zoals ik al zei. Ik sta niet open voor alleen maar een meet and greet, omdat ik vind het een beetje gênant. Zie je me al staan? Meet and greet met Gloria! Nee, dat is niet mijn ding. Dat is echt niet mijn ding. Ik wil mensen graag ontmoeten hoor. Maar ik wil er ook een vruchtbare dag van maken. Dat we met elkaar in gesprek gaan. Daarom wil ik het een dialoog noemen en niet een discussieavond. Want discussie, dan kom je vaak toch, maar een dialoog. Het World Trade Center is een mooie locatie. Er is ook een prijskaartje aan en ik zelf hoop, ik wil graag dat we gaan voor excellence toch. Niet voor mediocrisie, maar laten we klasse neerzetten. Dus een prijskaartje, nogmaals, even goede vrienden als het niet lukt. Hè? Dus dat is wat ik wil voorstellen. Laat u mij weten wat jullie daarvan vinden. Er is heel veel, mijn handen jeuken om eigenlijk terug te gaan. Er is heel veel aan de hand. Ik word ook nog vanmorgen ook weer gebeld van mensen die vragen om hulp en die wil ik ook graag geven. Maar alleen ik ben nu fysiek niet aanwezig daar. Dus dan even tranquille tot de volgende maand. Maar ik wil graag met jullie samen kijken. Want we hebben elkaar nodig. Ik zal het blijven benadrukken. Samen
Alleen samen gaan we het redden. Niet gaan denken, hé, mo takka zal ik van de takka zijn. Ano blakkabang, ano akuli, ano Japanesi, ano, wat ik eigenlijk zeg, Maron. Samen. Laat ons niet gek maken door verdeeldheid, door politieke leiders die dat willen doen. Samen. 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 Anders gaat het niet lukken. Ik kan u nu al vertellen. Ik kan geen. Oké, dus. Ik ga het zo meteen in de caption volgens mij schrijven. Wat en waar en waar. Bankrekeningnummer met vermelding. Krijg ik dus de eerste 50 aanmeldingen betaald binnen. Dan geef ik die bevestiging door aan het World Trade Center. Dat oké, ik heb een zaal van 50 of een zaal van 100 nodig. Maar pas dan. Ik ga. Mino, kokor, maar zou dat. Ja, maar pa jeng, namamuni. Nee, mensen. Nee, mensen. En zo elkaar zien op straat. Ook top. Ik heb een paar mensen al gezien en die horen me praten. En zo laatst was ik in een supermarkt en ik zat te kijken naar wat spullen. En toen hoorde ik iemand zeggen, Gloria, ze keerde me om. En die mevrouw zei, oh, ik dacht ik ga heel voorzichtig je naam noemen. Mocht je reageren, dan ben jij het. Dat was leuk, ze durfde hem niet aan te spreken. Mensen, maar ik me gewoon aanspreken. Oh, mooi lo. Dus gewoon lekker doen. Dus, dat was het. Ik ga het zetten in de caption. Er is genoeg om over te praten. Weer Rosobel of I am Gold de aandelen. Foedeman. Onze vernietiging van ons natuur gaat nog steeds door, mensen. Maar goed, laat me het even laten. Laat me het alleen met dit stukje houden. Dus 5 november. Van 2 tot 6. World Trade Center Rotterdam. 3850. Dan kunnen we een dialoogdag hebben en ook natuurlijk met mij persoonlijk praten. Zoals ik al gezegd heb, ik ga het niet doen alleen maar om Gloria te ontmoeten. Vind ik een beetje te enthousiast, tenminste. Vind ik een beetje overdreven. Dat gaan we niet doen. Maar deze manier toch een combinatie van die twee dingen. Oké? Okay? Let me know! En ben er gauw weer. Ik zou vanavond gaan bij het tribute van Daga, maar het is in Amsterdam. Morgen ben ik al uitgenodigd door Ronald Snijder. Morgen voor een andere activiteit. Dus daar ben ik morgen ook live om de Ronald Snijders. Dus dat, ja, je moet een keus maken. Oké? Okay? Ta-ta-ta-ta. Je lijkt precies. Je lijkt precies. Oké. Okay. Ik weet niet, hetzelfde gezicht. Een dame. Je lijkt precies op. Een dame, zouden we gezegd, oké. Okay. In tata. Tadada. Dank jullie voor het kijken. Ik mis Suriname. Ik mis mijn lives heel erg. Maar ik ben ook een beetje aan het tot rust aan het komen. Hopelijk kun je het ook zien. Later. Goed weekend, mensen. Houden moet erin. Blijf hoopvol. En have an attitude of gratitude. Aladi, Aladi. Oké? Nee, vandaag gaat niet door van Daga. Niet in Rotterdam meer. Niet in Rotterdam meer. Het is verplaatst. Allemaal is in Amsterdam. Ik zou van gaan naar Mimasanga. Maar het gaat niet door. Dus niet. Dan was ik daar vanavond geweest. Maar het gaat dus niet door. Oké? Ciao, ciao mensen. Horus Revi, goed weekend. En ik ben er morgen. Als het goed is, live met Ronald Snijders. Ciao, ciao.